Zo, geen zorgen meer over het bonnetje. Heerlijk zeg. Ik zal het even vertellen op de dashcam. Wat die werkt. Maar het bordetje deed niet meer vanmorgen. Het oranje lampje knipperde drie keer, ging die uit, drie keer, er hadden een foutmelding aan. Ik gegoogeld, maar we hadden ook geen goed internetbereik. Dus googelen ging ook niet. En ik heb een berichtje geschreven op een camperclub van de storing. Nou ja, kreeg ik allemaal antwoorden wat het allemaal niet was. En we willen weggaan hier. En we gaan de raampjes sluiten. En er stond een zijraampje op een kiertje en er zit een veiligheidszaak ertussen. Als het raampje open staat, kan je de borden niet gebruiken. Anders komen de gasten naar binnen. Raampje gesloten, borden deed het weer. Hans weer blij! Was toch even een zorg momentje. Ja, uur aan het zoeken door. Ja. Dus dat is helemaal makkelijk weer opgelost, gelukkig. Gasfles erop gezet. Ja, gasfles omgehaald, misschien te bijna druk. Stekkertjes losgehaald en weer alles gaan we proberen. Stroom eraf gehaald. Het hele rattenplan ga je proberen om te resetten. Goeie les. En, kijk je raampje na. Kijk het raampje na. En die staat een keertje open, ja, en daar zit een schakelaar. Nou ja, ik heb het al verteld. Ja, ik ben gewoon helemaal blij weer. We gaan naar de volgende camping. Of camperplaats. Dat weten we allemaal nog niet. We gaan richting Landau. En daar in de buurt gaan we zoeken. Wat moois tegenkomen. Landau in Vals. Gaan jullie allemaal weer zien. Ik ga even kijken, die zitten met een overleg van hoe gaan we rijden. Maar... ja, crossen door de bossen. Na 100 meter bestemming bereikt. Bestemming bereikt. Is dat vrij? Ja, nou dan. Ja, maar moet je allemaal komen? Nee, ik ook even niet. Nee, dat moet dan vooral. Wat al hier op die staan, dat is niet in het vak. Niet, lang genoeg gestaan, dan hadden we al gezegd van moet je daar nog even de pijltjes staan, campus. Dat was het wel, dus er hing wel een bordje campus. Ja. Oh, yeah, we
hier gelijk op campus. Oh ja. Oh ja. 4 euro per dag. Oké. Goed voor jou. Ja. Je hebt dan helemaal niks. Dat hebben we ook niet nodig in principe. Nee. Ja, water eigenlijk, hè. Ik heb daar geen water getankt natuurlijk. Nee. Je wil je wel kwijt hier. Hier staan we nog even kijken waar we zijn. We zijn aangekomen in Rood met DT, RHOTDT, op een camperplaatsje voor 4 euro zonder enige voorzieningen tussen de wijnvelden waar we toevallig terecht kwamen. We waren op zoek naar een camperplaats een paar honderd meter terug, maar daar kwamen we aan. Ik wist echt niet waar ik de camper de auto kwijt moest. Een smal poortje. Dus we gingen eigenlijk op zoek naar een parkeerplaats. En toen reden we hier tegenaan. Nou, we zetten hem toch lekker hier neer. En het leek ons een leuk stadje, dus we gaan even naar het stadje wandelen. Oorspronkelijk was de bedoeling om hier de campers neer te zetten. Is ook een camperplaats. Campersvrij staat er ook, er hangt een bordje daar. Nou, hier konden we niet in. Maar misschien inderdaad de vorige poort. Nou, ziet er ook niet aantrekkelijk uit. Dan kwamen we zo aanrijden. Staat hier het bordje. Campersvrij. Nou, raar hoor. Nou, loopbieren weten we toch niet. Kan je nagaan. Het hele gebied straalt wijn uit hier. Maar daar zie ik een mevrouw met een kopje thee buiten. Jerry daar toevallig. Ja. Leuk straatje hoor. Ja.
Nog even een korte avondwandeling. Tussen de wijnranken door. Tong luchtje, maar het zou droog blijven.